De Brutale Ridder, de Appelen van de Jeugd en het Water van het Leven. Een oude en blinde koning kwam ter oor dat er een tuin met appelen was, waarvan een mens weer jong zou worden en water die gezichtsvermogen zou herstellen. Zijn oudste zoon trachtte de legendarische tuin te vinden. Hij reed verscheidene dagen, want de tuin bevond zich in een afgelegen land. Wetend dat hij zich zou moeten haasten, ging hij naar binnen in het huis van een weduwe voor voedsel en rust. Zodra hij het huis van de weduwe inging, sloot zij hem in de kelder op. De tweede zoon van de koning was weggezonden om zijn oudere broer te vinden. Hij bereed dezelfde weg. Toen hij het huis van de weduwe bereikte, ging hij ook naar binnen om te rusten en liep in de val. De jongste zoon trachtte zijn broers te vinden en hij bereikte ook het huis van de weduwe. Bij het zien van de helm van zijn broer, dwong hij de weduwe zijn broers te bevrijden. Beschaamd dat ze waren bedrogen, volgden zijn oudere broers hem terwijl hij de weg aanwijste naar de tuin. Toen zij de tuin bereikten, kwamen zij de beschermer tegen. Wat jij zoekt kan slechts worden bereikt door te vliegen. Neem mijn gevleugelde paard, zei de beschermer. In het midden van de tuin vond hij de appelboom en het magische water. Die nacht stalen de oudere broers van de ridder het paard en wierpen hem in een grot. In de ochtend zocht de ridder naar het meest dichtbijgelegen kasteel om hulp te vragen. De koning zei dat als hij een draak kon doden, ze hem zouden helpen naar huis terug te keren en dat hij de prinses kon trouwen. De koning en zijn mensen leidden de ridder naar de schuilplaats van de draak. Diep in de grot vocht de ridder en doodde het reuzendier. Met de gedode draak gaf de koning de ridder een reuzevogel, zodat hij naar zijn vader terug kon keren. Hij gaf zijn vader de appelen en het magische water en vertelde hem wat zijn broers hadden gedaan. De koning stuurde de jaloerse broers naar de gevangenis en de ridder trouwde de prinses. En ze leefden nog lang en gelukkig. Einde.